even een belangrijke zaken. We waren een beetje mot, een ruzie met Geert. Maar we zijn allemaal boos. We zijn, weet je, gaat met een klok, met een blikje en weet ik veel. Maar ik ben niet boos. Ik ben niet boos. Ben jij boos? Ik ben helemaal niet boos. Ik wil die knuffel weer. Wij willen hem gewoon knuffelen. Dames en heren, hier komt hij. De voormalig PNH champion. Big Geert. Kom hier, kom. Ga hier zitten. Neem een lekker biertje. Voor jullie uit Hongarije, we heten de Budapest Party en die gaan straks een match tegen jullie hebben. Succes! Een wedstrijd om het PWH Tag Team Kampioenschap. En naar de tag gemaakt door Jan Kobe. Naar Nigel. Wel mot en best onorthodoxe worstelaars. Tom in het hoofd van de tegenstander. Maar ja, de Budapest Party, ik ken deze twee worstelaars wel. Uit Budapest, Hongarije, Hungarian Championship Wrestling. Goed op elkaar ingeworsteld. En zeker een gefeest tagje. Dan niet bang voor Jan Kobe, maar het was een slimme list daar van Jan Kobe. En hier de double team. God aan het multitasken zoals we van hem gewend zijn. Nu vanaf het bovenste. Oh! Jan Kobe iets te ambitieus en Mot van Kunder met de shoulder breaker. Bessie Croton, clothesline. Gaat voor de Death Valley Driver. Hij wil het gaan afmaken. DVD! Gebroken door Mot van Kutten. Sucky Sucky Driver! Tombstone Piledriver onder de gordel. Maar Big Geert die hier de scheidsrechter uitschakelt. Kom op, ref, word wakker. Hou je kop bij de leshouwer. De winnaars van deze wedstrijd en nog steeds PWH Tag Team kampioenen. Bessie Croton en Motje van Kunder. Mot van Kunder en Wesley
knutsel. Ik ben er zat van. Dit is echt geen respect. In heel Hongkong, dan pak ik jullie. En ik heb geen te buiten. Pro Wrestling Holland is de meest spectaculaire pro wrestling organisatie in Nederland. En omdat iedereen de kans moet krijgen om onze worstelaars live in actie te zien, reist PWA het hele land door. Zo zijn we op zaterdag 18 oktober in Jongerencentrum Solution in Hillegom voor Fighting Solutions. Daarna op 9 november Four Corner Combat in Studio K in Amsterdam. En op 13 december vind je ons in Exfoto in Fourout voor PWA Breaking Grounds. Ga voor meer info naar prowrestlingholland.nl en reserveer je kaarten nu. Populairste duo's uit de geschiedenis van PWH, het Nederlandse worstelen. En nu 1-op-1 tegenover elkaar in een no DQ tables match. Als eerste komt naar de ring, Kid Lux! En zijn voormalig tag team partner, Lloyd Bengel! Ja, het begon zoals je zag met Bengel. Manager van Hard Rock in Inc. Stond Lux niet aan, ontstond frictie tussen het team. En uiteindelijk leidde dat ertoe dat Mot van Kunder en Westie Croton hun de titels konden afnemen in Hillegom. Ja, en Lux nog steeds ervan overtuigd dat hem onrecht is aangedaan. Aan de tope Congiro. Kid Lux, oh, bicycle kick vanaf de touw. Lux, er is genoeg tussen ons gebeurd. Ik zei, er is genoeg tussen ons gebeurd. Ik ben er klaar mee. Het was een laffe streek voor jou om op mijn rug aan te vallen. Maar aan het einde van het verhaal, zonder jou kan je die titels niet winnen. Dus dit moeten we samen doen. Sorry. Vraagt om verzoening, hij is. Meen niet. Oh! De winnaar van deze wedstrijd, Kid Lux. Want zoals je ziet, kom je nergens in de wereld om aan lief te zijn. Dat is klaar. Er bestaan geen goede mensen in de wereld. Dus er bestaan schapen en er bestaan wolven zoals ik. Wolven die je kans grijpen. En nadat ik Pengel heb verslagen, pak ik de rest aan. Tot er maar één overblijft, en dat ben ik. Een belangrijke wedstrijd, namelijk om het PWH kampioenschap, afkomstig uit de hemel. En voormalig PWH kampioen Gabriel Angel Fire. En zijn tegenstander,
de huidig regerend, verdedigend PWH-kampioen, de Friese Moker, Jurren Simmons! En Jurren Simmons, zonder enige twijfel, de meest succesvolle rookie in de geschiedenis van Pro Wrestling Holland. Simmons, net trouwens als Johnny Evers, net terug van een excursie in Amerika, een maand lang Amerika doorgetoerd en geworsteld, ervaring opgedaan als PWH-kampioen. En hij is zo sterk. En naar de veteraan Gabriel Angelfire. Is dit zijn manier om terug te komen in de wedstrijd? En wat is hier het plan van Gabriel Angelfire? Quebradora con Hiro. We moeten even uitleggen vanuit een veilige positie. De Sumerian Death Squad. Michael Dante daar en Tommy Ent. Met de capuchon. Verbannen uit PWH. Ze hebben Martin, mijn collega, meegenomen in een busje naar de vorige show. Ja, en dat is logisch. Het zijn oude kennissen. En hier dan Tanqua en Paul London staan in de main event vanavond. Well, well, well. Angel Fire and the two mystics. Well, you're looking at the hero of the prophecy. He has returned to Eindhoven. And because Tanqua and I were supposed to have a match, the prophecy has changed. What do you say we do a six person right now? We'll call it a Sumerian dance party. Let's go. Tanqua, Paul London and Jurren tegen Angel Fire and the Sumerian Death Squad. Spinebuster van Jurren of Tommy, oh die is lekker. Doen het slim. Op papier de meest gerenommeerde worstelaar eruit pikken. Paul London. Paul London, de veteraan. Weet hij net die tag te maken? Nee. Nog steeds. Maar hij weet het toch. De SDS zo moeilijk te maken. Rolt door. Tag gemaakt. Jurren Simmons, legale man. En daar Tanqua met zijn eerste wapenfeit op deze show. Ja, let op. Blinde tag gemaakt. Daar Tanqua en Tommy Ent nog in de ring. Dit is de klasse van de Sumerian Death Squad. Laten hun partner in de steek. Tanqua, op zoek naar Tiger Driver! Paul London, Shooting Star Press! Spear! De winnaars van deze wedstrijd. The hero of the prophecy, Paul London. Mr. PWH, Tanqua. En de PWH-kampioen, de Friese Moker,
Jürgen Simon. This with me. October 18th, Big Daddy. The muscle cat's here, boy. Huh?